So, worauf ist Kiki heute Morgen? Kiki. Oh, lecker, ganz dubbel geklappt. Probiere ich dann eben zu lassen. Ja, nein, abgerollt. Probiere ich dann zu lassen, Kiki. Kennt ihr hier het Hofje so gesehen? Dat is hier de nekwerbeltjes. En dan zien ze nog het hartje tussendoor kloppen. Ik weet niet of het een leven vult, maar dat is in ieder geval. Kiek, hartactie is natuurlijk niet onbelangrijk. En dan zien ze dat de rug Kiek zo krom gaat als ze dicht dat kind wil bedenken. Kiek, ik kom wel tot aan het stabing, maar dan moet ik die best wel gaat heller duwen voor. En dat wil ik ook, want ik wil eigenlijk dat hij gaat rechter gaat liggen. Oh. Dat is inderdaad. Dat is eigenlijk inderdaad Kiek en dat deed ook heel braaf. Kent ze dat zien? Ja. Ja, dat is toch wel net van het kind, hè? Ja, nu al. Wat is dat nog? Wat heb ik nog een opleiding? Nou, gelukkig goed boven een kieken, hè? Oh, dit wou ik even uitleggen en tot tegen zijn vod weer naar beneden, hè? Ruggenwervel hoef ik niet uit te leggen, de staarbeen. Kijk ook heel mooi dat huidlijntje zo over het futje. Nu even niet in beeld, want er ligt de placenta, maar tot aan het nekje. En dat is. Dat is voor ons de manier om een open ruggetje uit te... Oh, hij is gemakkelijk, maar ik zal het weten. Ja. Kijk, ik vind het prachtig dat huidlijntje zo vervuld. Ja, kent je dat zien? Voor het geen open ruggetje, dat kunt ze uitsteken. Bij deze uitgestoten. Okay. Ja, dus dat is alvast een binnenkop. Kijk, en heb je hier een A, schoudertje, bovenarmje, elleboogje. Dan geeft hij met de onderarm, ja, dat is, dat wil je me gaas niet geloven, maar dat stoppen dus, kijk, kan je hem zien schuiven? Ja. Dat stoppen dus zo onder de wand in, hè. Ach, Jupke toch, wat wist je mee gaan maken? En die bovenboer op plek, dat is gewoon zo wie het gevormd is. Ja, dit is eigenlijk gans helemaal rondom die baarmoeder. En de bollen wat nu op plek, dat is niks anders dan een samentrekking op dit moment van die baarmoeder, zeg maar, van die uterus. En die samentrekking, dat zie je eigenlijk in deze zwangerschapstermijn heel veel. Dat is eigenlijk gewoon, de baarmoeder is één spier en die trekt af en toe samen. Dat is natuurlijk gewoon oefenen voor straks als ze weer je moet krijgen en dan moet overdrijven. Dus alles werd geoefend, ook dat stukje. Nou, gewoon eens even kijken of je dat armje ook kunt vervolgen. Elleboogje, onderarmje, knuisje. Het is echt... De vingertjes hebben zich zo dicht zo tegen zijn kopje aangeduwd. Hè? Want Kiek lik eigenlijk. Oh, Kiek, Kiek. Hé, hey, die doen we te doen zo, joh. Och, man, maak dich niet druk, zetter. Kiek. Nog even eens even kijken voor wie zijn batsen. En ik moet dich echt helpen doen, hoor. Sorry, maar dat zit eigenlijk. Nee, dat is niet gebeurd, hè? Batsen, nee. Een bovenbeentje. Kijk, ja, zijn tweede voet, hij had er onder zijn been in, kent je dat zien? Ja, een dikke tien. Nou, dan kijk, dan zie je ook dat het beentje, kans compleet, met het voetje, dat steekt erop. Dan zie je hem hier onder staan, op een hurk zit, kent je dat zien? Nou, dat voetje steekt mooi recht op het onderbeentje. Dan mag ik aan deze kant, kijk, als ik maar lang genoeg doe. Oh, en we weten dat er bezoek heeft. Nou, voetje steekt mooi recht, mag ik een klompvoetje uitsluiten, hè? Of meteen even de andere batsen pakken. Kijk, batsen, bovenbeentje, knietje, onderbeentje, kijk, en dat tweede veutje, dat wordt dat veutje wat dan net zo ondersteund gestoken, hè? Dat steekt ook mooi recht. Dus alle twee die voetjes staan mooi recht op de beentjes. Kijk, en dat is dit meteen een andere armke, want ik zit nu aan de andere kant van het kind. Schoudertje, bovenarmke. Och, en ook hier steken, dat doen we omhoog. Ja, oh, dat is ook zo. Ja. Ik heb tot zijn man met 34 nog steeds dumpt in 30 jaar. Ja, alleen in bed, hè, niet vandaag. Ja, dat is het. Dat haar. Ja, geweldig, hè. Hij liet me in deze kant de vinger niet tellen, want hij had als ik eigenlijk onder zijn hoofd. Ah, door wel. Op commando, hè. 4 stuks en een doen. Kent je ze zien? Ja, oké. Oma's gerup gaat gemist. Ja, dat is echt waar. Nou, ik wil gewoon eens even het hartje kijken. Ja. Ik zou eigenlijk nu naar het gezicht willen gaan, maar dat lijkt erop. Dus ja, dat kan ik goed even parkeren. Dat zal het gezicht. Ja, zeker, denk ik. Er komt hier een vat aan, maar het middenrifje de boord, dus de onderzone ader. De mond uit in het rechte atrium, en dat is de bovenzone ader. Dat is één kant van het hart. We gaan eens even kijken.
dan ziet ze hier een vat zo aankomen, dus de aorta. Dan maakt een boogje en die gaat naar de middenkant van het hart. Dat boogje, dat is de aortaboog. En de middenkant van het hart correspondeert met de linkerzijde. En dan gewoon nog één, dat wilde ik hier, maar dan geeft het me toch een beetje moeilijk mee doen. Maar hier heb ik het. Eén stapje naar voren. Het kamertje dichtst bij het borstbeentje is de rechterkant van het hart. Het vat wat hier eruit komt is de ductus arteriosus. Dus dat zijn twee hele belangrijke dingen. Dat is er allemaal. Nou. Vanuit deze positie gezien wel. Gewoon ik straks vanuit een dwarspositie weer verder met het hart. Het hartje is maar zo groot. Nee, heel ingewikkeld orgaan, dus dan moet ik gewoon van allerlei kanten bekijken. Kind, kreeg je dat boogje zo zien lopen? Ja. Middenrifje. Middenrifje, ja, natuurlijk de taak hè, om de longen en de hart boven te houden en de organen van de boek in de boekholte. Als ik aan de linkerflank hier van het kind ga zitten, dan is dit hier zwart, is de maag. Mm-hmm. Deze boonvormige structuur, waar we zo heerlijk met zitten wiebelen nu, dus linker neer. Gewoon over de dubbele rij wafels naar de rechterkant. Lik hier eveneens zo'n boonvormige structuur, rechter neer. Als dat, voor dit is dat duidelijk, dat ik dan zo over die wafels ga, dat is oké. Het zwarte onderaan tussen de been, dat is blaasvulling. En blaasvulling wil dus ook zeggen dat zeker een van de nerken ook goed functioneert. Dus dat is echt belangrijk iets om aan te tonen. Mm-hmm. Dat wittige wat ze zo hier de B-hubs rondom zitten, dit, dat zien ze in darm. En nu zou ik eigenlijk hier, dan moet ik even bij mama gemeen in de bekken duwen. Ik zou hem eigenlijk eens gaan als een boekwand willen kijken, maar dat kijkt daar als een been voor opgetrokken. Ken je dat zien? Ja. En ik wil eigenlijk even hier, dat gunt hem niet hoor. Hij is wel met die vingertjes aan het wapperen, dat wel. Maar door bij zijn boekwand kijken, daar zit echt een beentje voor. Dus dat moet ik even parkeren, hè? Want dat heb ik nog niet kunnen zien. Dan gaan we hem eens kijken, of dan moet ik helemaal over de heen gewoon komen hangen. Of we zich eens in zijn gezichtje willen laten kijken. Nou, een bietje wel. Oogkastje met erin een rondje, kent je dat zien? Ja. Dat is het ooglensje. Het tweede oogkastje met het tweede ooglensje lek hier. Bekijken we eens even zo van frontaal, van bovenop. Prachtig mooi neusbeen. En dan gaan we kijken of ik ook nog bij die lippen moet komen. Ach, dan lekker me toch eigenlijk het er dicht voor tegen de wand aan. Ah, en hoe draait er zijn gezicht in de wand? Kent je het zien? Ja. Hij zit zo, ik ben er klaar met. Kom, schatje, laat ik eens kijken. Nou, even uitleggen, want hier heb ik prachtig de lippen in beeld. Dit is het dopje van de neus, met de neusgaatjes zo van onderop. En dat witte lijntje, dat is de bovenlip. Die deed er dan een handje op. Maar. Ja. En dat bovenlip, kijk, nog geeft er happen naar mee. Kent ze dat zien? Simon, ja, hè, nu is mond toe, hè. Als ik dat happen zeker, dan is het op het moment, hè. Kijk, maar dat is hier zo zien ook. Kijk, mondje open, kind gaat zien. Ja, ja, ja. Kijk, en bovenlip prachtig mooi gesloten. Maar dat is ook een scheef, helemaal zo in dat heukje is gewoon hangen. Ja. Hai, zo best niet. Ja, ja. Kijk, en het ik, kent je dat zien? Kijk. Oh, stop, acuut als ik het ziek. Oh, goed. Okay. Dat is wel belangrijk. Een beetje eigen dienst. Oké, ik moest van dat bovenste handje die vier vingers nog hebben, want die doen we over al gehad. Mm-hmm. Oké. Kijk, 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 het echte hek, hè. Kom, hek. Hup. Ja, ja. Anders denken ze eigenlijk dat ik hier zit te liggen, hè. Nou jongens, we hebben toch eigenlijk al heel erg veel gezien van ik mupke. Zwart om het kind heen. Oh, kijk. Kijk wat een lekker neusje. Ja, ja. Ja. Zijn neus krijgt hij niet voor genoeg. Zo'n neus is weggezet. Wat? Ik zal nog alles van je hebben, dan komt er toch niet meer neus. Kijk, wat een shotje. Kunt ze zien met een lief kopje. Echt waar, hij zit echt op zijn kleermaker zit in een heukske. Nou.